Stones komt, daar is Haaland. Voor Mbappé, eerste kans uit de goal. De Bruyne. I always dreamt of winning this competition, so now I'm gonna touch that cup. Dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Champions Club. Het is weer Champions League dinsdag en woensdag, speeldag 4 van de League Phase. En dat is een boeiende speeldag, want we krijgen toppers als Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain, Atletico, Liverpool tegen Leverkusen. En natuurlijk ook weer een nieuwe affiche voor onze Belgische landskampioenclub. Club Brugge liever speelt tegen Aston Villa. Ik ga het hier de komende 30 à 40 minuten bespreken met Wesley Sonck en Gilles Beyebeya. Mannen, ja, welkom. Dankjewel. Hoe was jullie voetbalweekend, Wes? Zeer druk. Wat heb je gedaan? Ik had de Oagel Club Brugge, wat eigenlijk heel leuk is, want dat is een beetje een voorbereiding voor woensdag, waar ik naartoe ga. Perfect, ja. Ik heb ook Barcelona gedaan tegen Espanyol, de derby. Dat was eigenlijk een richtingswedstrijd tot minuut 45. En dan hebben ze het gaspedaal wat minder ingedrukt. En dan probeer je voor de Champions League zoveel mogelijk te volgen. Maar het is heel veel. Ja, het is een podcast natuurlijk, naar, maar ik heb voor de mensen die aan het kijken zouden zijn, ik heb de stand even afgedrukt. Dat is 1 A4 vol, dat zijn de 36 ploegen. Dat blijft toch wennen. Hè? Het is wel leuk, Gilles, maar je moet het toch af en toe nog een keer bekijken. Ja, het is soms ook echt zoveel, hè, zoals jullie zegt. Je kunt niet van 36 ploegen de volledige match hebben bekeken voordat die Champions League begint. Maar je kunt je wel zo goed mogelijk voorbereiden en wat highlights. Ik vind het boeiend, het format, de vernieuwing vind ik leuk, maar je hebt natuurlijk de houvast en de structuur niet meer van die 8 groepen van 4. En om dan terug te vinden wie speelde nu alweer tegen wie de vorige. Maar dat is... En we zijn nu nog maar 3 spelers. Ja, dat klopt. En dat is moeilijk en is omdat je meestal volgt een groep. Hè. Je had dan 2 groepen, belangrijke groepen. Je had 4 groepen, maar 2 belangrijke groepen waar de topwedstrijden waren. Ja, nu is dat over en out. Hè. Nu heb je zoveel leuke wedstrijden. Maar goed, je kunt zo minder rekenen als vroeger. Vroeger wisten van als je tegen je directe tegenstander voor die tweede plek een keer wint en het niet verliest, dan zit er bij hem. Maar nu kun je niet rekenen op wat gaan de 4-5 ploegen net boven en net onder mij doen. Hè. Ja. Nee, er zijn 2 ploegen die nog een maximum hebben. Dat zijn Aston Villa en Liverpool, 9-9. Er zijn een stuk of 7 ploegen die nog geen punten hebben gesprokkeld. Maar het kan denk ik nog wel een kanten uit. We zijn nog maar aan speeldag 4. Ja, maar ik denk dat een paar ploegen al zullen denken... Ja, zo van, we moeten wel punten halen als we tussen, wat is het, nummer 9 en 24 willen zitten. Ja. Dan zal het voor sommige ploegen toch wel eens belangrijk zijn om een overwinning te behalen. Ja, nu. Atletico staat ook pas 27e, PSV 28. Dat is niet erg. Je favoriete ploeg. Over favoriete ploegen gesproken, Gilles, hoe was jouw voetbalweekend? Het absolute minimum dan. Ik heb net als Wesley ook heel veel voetbal gekeken. En daar zit dus ook Milan tussen als groot supporter. Maar, wat heb ik allemaal zien verschijnen op jouw Instagram, Gilles? Dat waren geen fraaie woorden. Nee, aan het adres van wie allemaal? Aan iedereen van het bestuur. het is echt een zootje geworden. Ze hebben toch gewonnen? Maar iedereen is tegen Fonseca van in het begin al. Hoe kan dan iets goed gaan? Ja, maar iedereen was ook tegen de coach dat ze eigenlijk wouden aanstellen, Lopetegui. En denk, als je nu kijkt naar de resultaten dat hij is aan het behalen in Engeland, snap je wel waarom uiteindelijk bij West Ham. En momenteel met Fonseca loopt het ook niet goed, want ze hebben daar zo hard tegen gemuid eigenlijk, tegen Lopetegui. Omdat ze echt Conte wouden, want Conte was er, was gratis, was op te halen, wachtte ook echt op Milan, heeft dat zelf aangegeven. En ik denk dat de mensen dat daar zitten, met name Ibrahimovic, maar ook Scaroni en Furlani en het nieuwe bestuur, de Amerikanen, die willen eigenlijk een coach die niet tegenspreekt en maar doen wat dat zij vragen. En hun mening is ook, wij willen op het einde van het jaar winst maken en top 4 spelen. Om waarschijnlijk in de hoop Milan ooit door te verkopen. Maar dat krijg je aan geen enkele supporter uit. Dus het is een zakelijke aanpak? Ja, het is een bedrijf geworden. Het is al lang niet meer, we willen top zijn. Het gaat nu puur om financieel resultaat te halen en top 4 te spelen. Maar zelfs dat, met deze coach zit er volgens mij niet meer in. Ja, Milan staat op dit moment, even kijken, 7e met 17 op 30. Wel een wedstrijd minder gespeeld, denk ik. Ja, tegen Bologna was er een wedstrijd die door het even geweer. Juist, door de regenval. Ja. En wat doet Ibrahimovic volgens jou? Want iedereen heeft het daarover. Niet zoveel eigenlijk. Ik denk dat het probleem was mijn vraag ook. Bergwandelingen want maken. Ik heb eens een titel gelezen of een stukje van interview. Ik ben de baas, maar dat zegt hij altijd. Dat was een beetje tongue-in-cheek. Dat was leuk toen hij voetballer was en zo eens een quote af en toe kon doen om uit te pakken. Maar je bent nu sportief directeur van een
topclub, van een club dat een topclub wilt worden. Maar is hij sportief directeur? Is hij effectief sportief directeur? Ja. Nee, hij is eigenlijk een beetje de ambassadeur. Een beetje wat Maldini ook was. Maldini had een hele goede naast hem staan, Ricky Massara, die dat eigenlijk de sportieve lijnen wat meer uitzette. Maar Maldini is wel het gezicht, als je naar u belt als jonge voetballer, dan luisterde wel. Dat is Zlatan zou dat eigenlijk ook moeten zijn. En Maldini maar... doet daar niks meer nu op dit moment. Nee, die is helemaal buiten gespeeld. Ze hebben zijn zoon zelfs gratis laten gaan naar Monza, die dat een topmatch speelt. Ondertussen international is geworden. En die speelde een topmatch tegen Milan van het weekend. Dus dat toont maar allemaal aan hoe bizar dat het daar allemaal ineen zit. Het klopt eigenlijk helemaal niet. Dus het moet een total makeover worden voor jou als fan? Of hoe zie je dat? Ja, ik vind dat altijd heel contradictorisch. Maar ik denk dat het beste wat Milan kan gebeuren is een goede pandoering krijgen. Zodat iedereen wordt wakker geschud en ziet dat dit nu, niet de manier is. In Bernabeu, tegen Real? Dat is wel de ploeg die dan pandoering kan uitdelen. Ja. Zeker weekend. Maar ze hebben dus wel gewonnen, Gilles. 0-1 op Monza. Ja, 0-1 gewonnen. Een kopbal van Tijani Reinders op een rebound. Maar eigenlijk, als je naar die match kijkt, Monza had daar altijd moeten winnen. Die krijgen ook een doelpunt van hun, wordt ook afgekeurd. Omdat Theo Hernandez zich laat vallen. Maar dat doet hij wel vaker. En achteraf heeft de scheidsrechtercommissie ook gezegd dat dat onterecht was. Dus eigenlijk had zelfs Monza minstens een punt moeten krijgen. Maar het was met de hakken over de sloot. Ja, dus je zit altijd met een dubbel gevoel naar die wedstrijd te kijken. Ja. Nu, ergens wil je dat ze winnen en ergens wil je dat ze een oplawaai krijgen. Ja. Maar goed, wie was de man van de wedstrijd tegen Club Brugge voor Milan? Tijani Reinders. Wie is jouw favoriete speler? Ja, op dit moment eigenlijk ook Tijani Reinders, omdat hij fantastisch is aan het voetballen. Heb je niet ergens gepost, ze zouden hem moeten klonen een keer of 10-11? Of ging dat over een andere speler? Nee. Dat zou ik over hem ook zeker kunnen zeggen. Ik denk, als je er zo 4-5 hebt rondlopen, dan kun je overal met die kwaliteit kun je overal meedoen. Wat maakt hem zo bijzonder of waarom heb je hem zo graag? Een beetje hetgeen wat een Frenkie de Jong ook vaak heeft. Heel goed uit de druk voetballen, heel veel... Ja, heel dynamisch en heel veel meters maken, vooral verticaal ook. Ik zie hem ook graag spelen. Ja. Als je hem ziet lopen, dan denk je, zo'n beetje smal figuur. Ja. Maar inderdaad, technisch heel goed. En vooral zijn decision-making is belangrijk. Hè. Dat is altijd heel goed. Overschouwt de situatie. En hij heeft goede versnelling. Ook goede techniek. Wat we heel vaak weten van Nederlandse jongens. En die heeft zich geweldig ontwikkeld, moet ik eerlijk toegeven. En het duo met Fofana klopt daar ook. Dat is eigenlijk de meer defensievere speler. Ja. Degene die dat zo wat de defensieve lijnen uitzet. Wat Kessié eigenlijk ook deed in zijn beste periode bij Milan. En die twee zijn eigenlijk het enige dat echt heel goed werkt op dit moment in het spel van Milan. En Pulisic ook nog. Dus... Het is ook een man zonder capsones. Ik heb hem kunnen spreken daar in Milan. Ja, dat is een heel gewone, joviale, sociale kerel. Ja, die wordt ook heel graag gezien door alle supporters. Geen capsones op. Een hele ruzie, maar wel een hele harde werker. En iemand die ook geen schrik heeft om te zeggen wanneer het niet goed is. Ja. Over de wingers dan, Gilles. Zijn Okafor en Chukwueze, zijn die nu basisspeler? Of hoe zie je dat? Leao zat op de bank afgelopen weekend, is ingevallen. Dat is de derde keer op 4 wedstrijden dat hij op de bank zit. De eerste keer... En terecht, by the way. Ik vind het van niet. Ja, kijk, Gilles, als trainer, als je naar een wedstrijd kijkt... ik heb de wedstrijd tegen Brugge gezien. Ja. Wij zaten toen in het stadion van Real Madrid. Die match was om 6:15. Ja. Uh-huh. Je hebt je toch kunnen volgen. Ja, maar je kent ons. En ik, Peter van den Bempt en ik waren met een iPad en we hebben gewoon alles gevolgd. Kijk, jij kijkt er als supporter naar. Ja, ik kijk er als trainer naar. Als ik zie wat hij doet in balverlies, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is waar. Daar ben ik hij loopt nooit mee, terug. Hij loopt nooit terug. Pakt nooit positioneel. Doet een actie. Heeft een fantastische versnelling bij balverlies. Tegen Joachim Seys had hij het moeilijk om die effectief kwijt te geraken. En als dat dan gebeurt na het balverlies door een slechte paas of een verkeerde center, dan moet je omschakelen. Ja, dat is waar. En dat zien supporters ook, maar ook niet. En dan denk ik, als je die beelden laat zien de dag nadien aan die gast en je laat hem zien wat hij niet doet voor het elftal. Hè. Dat is waar. En je kan alleen maar uitblinken als het elftal goed speelt. En hij kan niet uitblinken, en dat is wat Fonseca waarschijnlijk ziet, als het team zo speelt, want hij speelt niet voor het team. Dat is waar. Hij speelt niet voor het team, maar ik zou het volledig begrijpen als de beslissingen die je neemt consistent zijn door een hele ploeg. Er zijn nog een aantal spelers... Ja, maar hij is wel de vedette van het elftal. Maar en veruit de beste voetballer van het elftal. Als iedereen in vorm is. Daar ben ik het niet mee eens. In de zin van, hij is een flitsspeler. Verschilmaker. Ja. Verschilmaker, maar ook niet genoeg. Hè. Volgens... Nee, dit jaar helemaal niet. Ja, dat bedoel ik net. Maar ik denk ook dat zo'n spelers zijn ook wel gasten dat je vertrouwen moet geven. En je moet die ook aanpakken. Nee, want ik vind zeker, de eerste keer dat hij op de bank zit, was volledig terecht. Want de supporters zeiden het toen ook op een bepaald moment. Ja. Maar degene dat er in zijn plaats staat, ook Okafor,
Die heeft maar in die kwam invalbeurt in, tegen die Club. Kwam in tegen Brugge en die flitste direct. Die invalbeurt tegen Club was top, maar daarbuiten... Dit hele seizoen Serie A nog niks laten zien. Open kansen gemist. Wat je nu vertelt is een beetje het Milan van het huidige jaar. Dat is problemen van in het begin, niet goed spelen. Maar tegen Brugge moeten ze eigenlijk 0-3 achterstaan. Ja, die match moeten altijd verdienen. Jij zat in de studio toen, Gilles, bij ons, bij Pix Plus Sports. Dat eerste kwartier, hoe heb je dat beleefd? Want dat vroeg ik me af. Dat is een hel. Gevloekt in de... Ik heb daar liggen vloeken in de regie, want ik weet dat ik zat daar toen met Danny Verlinde en wij zeiden toen al lachend, eigenlijk op een serieuze dag mag Brugge hier geen 2-3 kansen krijgen. Ze hadden er 5 na 7 minuten, dus dat was eigenlijk... Ongezien. Ja. Maar het was wel heel erg nodig dat Milan die wedstrijd won en dat was er niet aan te zien in dat openingskwartier. Nee, dat is wat mij zo zorgen baarde, want als je kijkt naar... Ze hadden 0-6 op dat moment en de volgende twee matchen zijn dan op dat moment Club Brugge en Real Madrid. En dan weet je, als je nog ergens in die top 24 wil belanden, dan ga je tegen Brugge al zeker punten moeten pakken. En dat was er helemaal niet aan te zien. Ja. En de volgende wedstrijd nu dus is alweer een heel lastige, Wesley. Jij was dus in Madrid voor Real Madrid tegen Dortmund vorige speeldag. Klopt. Wat moeten we onthouden van die match? De fantastische vervanging van Nuri Sahin. Ja, dat is een beetje sarcasme. Nee, dat is niet sarcasme. Dat is, als je 0-2 voor staat... Fantastisch in het voordeel van Real Madrid. Dan. Ja, dus er stond 0-2 voor Dortmund. En verdiende voorsprong, waren de gevaarlijkste ploeg. Speelden ook redelijk goed. Tot in minuut 57 hij Gittens en Malen eruit haalt. De twee snelle wingers. Die allebei gescoord hadden. Ik denk dat het tegen Vasquez was. Ja, waar Gittens op de linkerkant... het heel moeilijk maakte voor Vasquez. Die wist niet wat er... Dus hij wisselt in minuut 57 om effectief met 5 achteraan te gaan spelen. Wel een 3-4-3 in bal bezit, maar een balverlies met 5. En dat was het zijn om te zeggen... Allee, Real Madrid, als je nu toch een beetje kunt shotten, kom maar. Ja. Natuurlijk. 5 goals nog in het laatste half. Ja, goed gedaan. Vinicius die dacht, oké, als we op de tegenstander in de helft in het laatste derde van het veld mogen voetballen. Elke keer als hij een bal krijgt, deed hij een actie. Wat we vorig jaar ook tegen Bayern München zien. En dan weet je dat er van de 10 acties er 5 lukken. En ineens was Real Madrid. En toen dacht ik van... Ik heb het weer gezegd in de uitzending. Ze gaan de Champions League winnen, heb je Ik heb toegezegd eerst een helft tegen Peter. Ik zeg, Peter, hoe kunnen we nu... verklaren dat deze ploeg dit jaar de Champions League kan winnen. Ja. En na de match moet je zeggen, deze ploeg kan weer de Champions League winnen. Maar is dat zo? Want ze hebben dan een paar dagen later, Gilles, ook de Clasico natuurlijk zwaar verloren. Wat moeten we denken van Real Madrid? Ik was er ook bij met jou, denk ik, in Rijssel, waar ze verliezen. Ja, niet goed aan Nicolas toen. Dus wat moeten we nu denken na 3 maanden seizoen van Real Madrid? Tactisch zit dat niet goed in elkaar. Nee. Dat is een sterrenelftal waar Ancelotti zelf al een keertje verklaard heeft van ik ben nog het goede aan het zoeken. Soms spelen ze 4-4-2, soms spelen ze 4-3-3. Dat hangt er vanaf of Valverde daar rechts buiten stond of niet. Ik heb de indruk dat het allemaal moet passen, dat die jongens mogen meedoen allemaal, maar dat het nog niet echt een elftal is. En, ze tonen nog altijd 2 gezichten, dus ik vrees op dit moment, als ze nu op dit moment zo voetballen, dat dat niet gaat lukken dit jaar. Er zijn weer een paar vragen binnengekomen. Je hebt het ook gedeeld op je social media. De mensen konden vragen stellen aan jou, Wesley Sonck. Kijk, daar zien we de foto verschijnen. Lars die toch vraagt... een knappe man, hè, Nicolas. Zeker met een beetje Photoshop erbij. Lars vroeg, hoe zou jij, Wesley dus, het aanvallende luxe probleem van Real Madrid oplossen? Wel, ik zou... dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ik zou natuurlijk gewoon duidelijkheid scheppen over de manier van spelen. En wat ik zie bijvoorbeeld, dat Bellingham al veel meer voor het elftal werkt dan vorig jaar. Ook minder efficiënt is, want hij heeft nog 0 goals. Als ik me niet vergis. Dat is een waterdrager geworden. En ik vind het eigenlijk straf. En we hebben 2 weken geleden gezien dat het begint te borrelen. Want als hij in de 16 meter komt, vorig jaar kreeg hij die bal, nu niet meer. Hè, want Mbappé loopt daar ook nog. Ja. Dus ik zou daar wel duidelijkheid in scheppen en zorgen voor een goed evenwicht in het elftal. Ja. En dat is nu niet het geval. En hoe ziet de opstelling er dan uit? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf tegen wie je speelt, Nicola. Maar ik heb dat ook al gezegd toen Mbappé samen met Neymar en Messi speelt. Dat gaat niet. Je kunt niet in balverlies. Laat me de vraag anders stellen. Wie gaat er naar de bank? Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we over Leao zeggen, hè? Pas als je niet werkt voor de ploeg en niet op de juiste manier in de ploeg past, dan kunnen nog de grootste ster zijn. Maar... Vinicius kunnen niet uit het elftal zetten. Hè? Nee. Dat is een feit dat zeker is. Mbappé ook niet. Maar waarom niet? Oké, goed. Maar goed, ik zou het ook doen. Ik zou Rodrigo erin zetten, omdat hij wel
offensief en defensief die... Hey, Rodrigo die werkte heel hard. Dus dit is... Nee. Dit is bedoel, wat ik noteer en onthoud. Mbappé moet naar de bank. Ja, maar kijk, waarom zou je iets veranderen wat vorig jaar supergoed gemarcheerd heeft? Ja. Ja, maar ja. Bellingham maakte er vorig jaar maar veel. Maar Kroos is er niet meer. Is dat niet een groter verschil dan de komst van Mbappé? Maar ik vind wel dat je met Valverde en Camavinga en Tchouaméni en Modric, die vaak nog van de bank komt, eigenlijk wel genoeg mensen hebt om dat middenveld op te lossen. Ik denk niet dat daar het groot probleem zit. Maar ze hebben veel minder... Het is onevenwicht voorin. Ze hebben veel, ja, veel minder in een passeur een gast die de lijnen uitzette. En nu heb ik het gevoel dat het is altijd met flitsen. Het is nooit een actie waar je van denkt van wauw. Nee, het is een actie van Vinicius of van Mbappé bij de eerste goal die Rudiger binnenkopt. Ja, dat soort dingen, daar leven zij van op dit moment. Een vraag, maar jullie moeten ze echt heel kort beantwoorden, want anders gaan we eindeloze discussie belanden. Rune vroeg, Wesley, heeft Rodri terecht de Ballon d'Or gewonnen? Nee. Oké, dat had... Carvajal moeten zijn. Carvajal. En jij? Wat is jouw antwoordje? Dat is een goeie. Ja, Carvajal, als je naar wat kijkt. Ja, Carvajal heeft alles gewonnen. Champions League, Europese... Ja, laat je wie is het belangrijkste in zijn ploeg dingen te laten winnen, dan denk ik aan Rodri en Vinicius, dat wel de twee grote namen zijn. Maar jij zegt ook nee, dus jij zegt dan Vini? Ja, ik zou het eerder aan Vini hebben gegeven dan aan Rodri. En is dat dan van het vorig kalenderjaar? Van 2024. Voetbaljaar. Is dat volledig 23-24 voetbalseizoen of is dat gewoon een heel jaar? Ik dacht dat het van december tot december eind oktober was. Per jaar, ja. Ik dacht dat het zo'n kalenderjaar, daarom had ik Vinicius. Ik stel soms moeilijke vragen, hè, denk ik. Ja. Maar goed, er zijn nog vragen. Maar ik ga er misschien toch ook eentje doorspelen aan Gilles. Ja. Want het is een relevante voor jou, denk ik. Je hebt het misschien al beantwoord. Simon vroeg, is Milan overrated? Zijn ze overrated? Of is het gewoon, is iedereen het er al over eens? Ja, als je mijn rating volgt, waarschijnlijk wel. Want ik vind dat de beste ploeg ter wereld. Ik denk dat dat zijn allemaal momentopnames. Ik weet niet of dat er echt een moment is om iemand overrated of underrated te noemen. Oké, en tot slot, Sanu die vroeg nog. Moet Milan Charles de Ketelaere ooit nog een herkansing geven? Ik zou dat Charles zijn het toch niet doen. Als Milan zijn, dan zou ik het heel graag doen, maar als Charles... Hoe als speler zou ik dat nooit doen? Nee. Het is niet dat je je gram wilt halen of zo. Nee, toch bewijzen daar in San Siro dat je... Nee, ik zou dat doen met een andere ploeg. Je haalt je gram door beter te zijn bij een andere topploeg. Oké, goed. Dan zijn de vragen beantwoord. Dus lang verhaal kort, wat gaat het worden in Bernabeu? Uitslag, pronostiek? Ze krijgen makkelijk golen binnen. Heel gemakkelijk. Oké, 3-1 dan. Voor Real. Ik zie ons niet scoren eigenlijk. Ik denk 3-0. Ja, onze rechtsbacks zijn een schandalig slecht niveau aan het halen dit jaar. En dan over wie heb je het nu? Emerson Royal. Niet afgelopen weekend, hè? Nee. Die valt ondertussen ook al buiten de ploeg. Calabria is ook helemaal niet goed. En dan is Terracciano, die dat ze van Verona hebben gehaald. Maar die is eigenlijk ook niet goed. Ze hebben er al 3 geprobeerd en het lukt niet in een enkele. Dus tegen Vinicius of Mbappé, ja, dat gaat een pandoring worden, vrees ik. Oké, goed. Genoteerd, mannen. Dan gaan we naar de volgende wedstrijd. Dat is Club Brugge tegen Aston Villa. Wes, je gaat daar dus commentaar op geven op die wedstrijd. Klopt. Club heeft 3-9. Hoeveel had dat moeten zijn? Dat had 4-9 kunnen zijn, denk ik. Niet meer? Toen die kansen gemist werden tegen Milan, had ik... En Peter zei dat ook op een gegeven moment. Ik zei tegen Peter, je weet al wat er gaat gebeuren straks. Ja, het gebeurde ook. En was Sonja Dika die dan rood kreeg? Ja. Terecht overigens. Ja, dan wist je dat meteen. En die eerste wedstrijd tegen Dortmund. Maar Nicola, dat hebben we al... Ik heb dat zelf ervaren, ook als speler. Je zit op een... Kijk, ik heb ooit een wedstrijd gespeeld tegen Real Madrid. Het Real Madrid. Met de grote namen. Ronaldo, Zidane, noem maar op. Figo. En ik heb het gevoel dat die mannen zelf bepalen of dat je mag meedoen of niet in de wedstrijd. Zo vroeger, zoals op de speelplaats. Jij mag iets meedoen, zijn manneke. Wel, dat gevoel hadden wij ook. Zesde tegen het vierde. En tot in de minuut 43 was het 0-0. En minuut 45 was het al 2-0. En in de tweede helft hebben we er nog 4 binnen gekregen. En eigenlijk zijn er gewoon een potje dat in het midden van het veld staat waar ze rondspelen. Ja. Ja, dus
Ik denk nog altijd, Belgische ploegen die het goed doen in de Champions League, top. Maar als je effectief tegen de grote jongens komt en die versnellen, dan kan je niet meer mee. En dat is de realiteit. Mm-hmm. Ik heb dat zelf meegemaakt. En ik zie dat nog altijd. Hoe graag dat wij ook Belgische ploegen de Champions League zien, Nico, we weten dat dat niet gemakkelijk is. Hè? En hebben we dat ook een beetje gezien, Gilles, met die invalbeurten van Okafor en Chukwueze? Als het plots een extra impuls van kwaliteit en snelheid is, dan hebben de Belgische ploegen en de verdedigers het moeilijk? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er gewoon een handelingssnelheid is die zo hoog ligt en de nauwkeurigheid die dat zo goed is... Met spitsen die ook echt dingen afwerken. Want we hadden het nu over Brugge-Milan. Daar zie je het verschil van als je iemand hebt die dat kan afwerken of die dat op het juiste moment in de box kan komen, dan zijn die zo gevaarlijk. En Champions League straft dat gewoon af. Ja. Het lichtpuntje was natuurlijk de goal, de doelpuntenmaker. Kyriani Sabbe op zijn 19e. Dat was een mooi doelpunt. Achteraf kon ik hem ook spreken en hij besefte ook wel dat er nog een kwaliteitsverschil is. Hè. Ja, ik heb dat ook gezien tegen Dortmund met Gittens. Maar op dit niveau kom je alleen maar tegen goede wingers als fullback zijnde. En ik denk dat je er ook gewoon uit moet leren en gewoon mee moet nemen naar de volgende wedstrijd. Want het is met nog steeds 19 en het zijn nog altijd leermomenten. Het zijn zeker leermomenten. En ze stonden daar ook met een heel jonge rechterflank bijvoorbeeld, Wes. Met Talbi en Seys op rechts, 19. En Sabbe die dan nog inviel en het goed deed. Absoluut. Absoluut. Maar ik het feit natuurlijk wat Kyriani zegt... Ik zeg het, die gasten zaten vorig jaar allemaal bij mij. Dat is wonderbaarlijk. Ik heb hem afgelopen weekend gezegd. Als je als trainer bij de U19 van België zegt... Jongens, het kan snel gaan. Dat je international kan worden. Snel. Maar het kan ook heel snel dat je in je eigen ploeg dit meemaakt. Ja. Maar het kan ook de andere kant snel terug gaan. Maar dan bekijken die je zo van... Zot, wat zeg jij nu? Maar het is wel waar. Natuurlijk wat hij zegt, ik ben pas 19... Die Gittens is er ook maar 19 of 20. Hè? Ja. Dus inderdaad, op dat niveau komen tegen gasten te spelen die van absolute top zijn. Maar die kunnen dat aan, hè? Want ik heb dat al gezien. Ja, en is Aston Villa absolute top, jongens? Ze hebben nu een schijnbaar iets mindere periode in Engeland. Verloren afgelopen weekend van Tottenham. Ze hebben wel 9 op 9, ik zei het al, in de Champions League. En Bayern München verslagen. Club Brugge gaat winnen. Vertel. Omdat ze zitten in een mindere periode. Dus, je ziet het haalbaar om te winnen. Ze hebben verloren tegen Crystal Palace van de week en tegen Tottenham. League Cup, wel, dat is... Oké, Tielemans zit toen niet mee en Onana en zo niet, maar... Ja, ze zijn ook, moeten veel roteren nu. Het is ook die periode in het seizoen waar dat je... Ja, ze hebben 0-3 gewonnen bij Young Boys, dan tegen Bayern 1-0 en dan 2-0 tegen Bologna, maar... Dat zijn op Bayern na zijn dat ook geen twee topprestaties. Nee, en ook was dat niet thuis tegen Bologna? Bologna was 2-0 thuis. 2-0 thuis en 1-0 thuis tegen... Tegen Bayern. Tegen Bayern, ja. Dat was, Peter en Gert waren daar, die waren wel onder de indruk toen. Dus? Maar Bayern moest altijd winnen, hè. Ja. In die wedstrijd, hè. Maar goed, je moet ze maken, hè. Oké. Gilles, heb je er ook vertrouwen in? Ja, omdat ik... Club Brugge wel zie als een ploeg die zowel offensief als defensief wel zijn matchje kan spelen. Ik vond dat ze tegen Milan en in de Champions League tot nu toe, wanneer ze moesten verdedigen, tegen Dortmund, hè? Stonden ze goed en stonden ze compact. En dus moeten we geen conclusies trekken van de mindere wedstrijden in de competitie? Westerlo, uit Leuven, ze winnen dan wel. Waren ze waren niet efficiënt voorin, maar wel dominant. Ik denk dat OHL 2-3 keer eruit is gekomen. Ja, maar dus op de tweede helft hebben ze toch wel wat kansen gehad. Het had even goed gelijk kunnen zijn, hè? Niet zwaar. Ja, dat klopt. En misschien was dat wel verdiend geweest. Want door die afgeweken bal natuurlijk van het weekend van Schoof-Olsen winnen ze. Maar ik hoor dat woord dominant niet graag. Ik hoor dat niet graag. Veel balbezit? Nee, ook niet. Hoe zeg je het dan liever? Wel, als je naar wedstrijden van Real Madrid kijkt, die hebben niet altijd balbezit. Nee, Real Madrid vind ik geen dominant. Dus je kunt ook dominant zijn. Toch? Kunt ook dominant zijn, bijvoorbeeld zoals Leipzig speelt. Nou, die hebben nu nog niet het goed gedaan. Maar Leipzig is ook heel dominant vanuit het omgekeerde. Ja, omschakeling. Maar mogen ze dan dominant noemen als ze op de omschakeling? Ja, maar ik denk dat je dat moet goed benoemen wat je wilt hebben. Ja. Nee, dat Club Brugge inderdaad wel goed was. Veel balbezit had en niet enorm veel creëerde, maar... Ik noem ze dan dominant, omdat ze eigenlijk ook niet heel veel hebben weggegeven. Toch niet in die eerste helft, op die ene counter. Van ik weet niet, ik heb de eerste wedstrijd tegen Dortmund niet gezien. Wij zaten ergens in het stadion, dus ik heb dat niet kunnen zien. Maar in ieder geval, de wedstrijd tegen Sturm Graz was sowieso top. En de wedstrijd in Milaan, dan denk je van... Hoe is dat nu mogelijk dat je dat kunt tegen Milaan? Ja. Dus ik veronderstel, als je dat thuis speelt tegen Aston Villa, die misschien... Zonder Onyedika, natuurlijk. Die is geschorst, hè. Er zijn nog andere gasten die kunnen shoppen. Die Hachari is ook echt aan een goed seizoensbegin bezig.
Alright, nee. Het zit goed in elkaar, Club Brugge. Het zit goed in elkaar. En een beetje chauvinisme mag, hè. Voilà, zeker. Een beetje patriotisme, inderdaad. Morgen is er Liverpool tegen Leverkusen. Speciale match natuurlijk met de terugkeer van Xabi Alonso, waar hij jarenlang heeft gespeeld bij Liverpool. Daar ga ik met Wim de Koning naartoe. Gilles, je hebt die twee ploegen ook allebei al zien spelen, want Milan heeft er twee keer van verloren. Sorry. Maar daarom is Gilles de geschikte gast vandaag. Liverpool-Leverkusen, wie van de twee heeft indruk op jou gemaakt? Goh, als ik Liverpool nu ook weer zie terugkomen met Salah die in een weergaloze vorm is, betwijfel ik of dat er heel veel ploegen zijn dat ze kunnen tegenhouden. Alhoewel dat ik wel moet zeggen dat Leverkusen, dat offensief werkt nog wel steeds. Het is niet meer zo uitzonderlijk goed als vorig jaar, omdat ik denk het fit is er zo misschien een klein beetje uit. Toen maar zaten ze wel echt in die enorme flow op weg naar... Ja, dat zijn dingen dat je ook niet in statistieken of zo kunt uitdrukken, in een goede flow zitten of hoe dat je voelt. Maar ik denk dat op Liverpool Champions League spelen, dat is nog altijd een heel andere ervaring. Dus daar, ik zie Salah echt wel uitblinken terug. Ja, ik denk dat dat wel eens goed zou kunnen zijn inderdaad, dat gebeurt. Kunnen we nog origineel zijn, Wesley, als we met complimenten strooien voor Arne Slot? Want hoe goed is die begonnen als trainer daar? Ik zag 9 van de 10 afgelopen wedstrijden gewonnen. Ze hebben 1 keer gelijk en 1 keer verloren tot dusver van alle wedstrijden. Maar ik zag bij Leverkusen ook dat het dit jaar allemaal gewoon wat minder is. Wat minder momentopnames dat je... Want van het weekend was het ook minder 0-0 tegen Stuttgart, zie ik hier staan. Waar ze vorig jaar heel vaak in een benarde situatie terugkwamen. Of nog een goal maakten voor de overwinning. Of nog gelijk spelen. Dat is nu al een beetje minder. Nu is het eigenlijk omgekeerd. Ze komen vaak 2-0 voor en dan geven ze het nog weg. Ik denk dat het vooral ook misschien fysiek net een ander deze. Van ploegen die vaak laat kunnen scoren. Die hebben toch meestal fysiek nog wel wat over op hun tegenstander. En ik vind nu, die slotfases zien er ook vaak niet meer zo hoogdrukkend uit. En is dat door het drukkere schema? Ze hadden vorig jaar ook al Europees voetbal natuurlijk. Want ze hebben tegen Union nog gespeeld, denk ik, als ik me niet vergis. Ja, Europa League was het. Maar nu is Champions League is ook nog iets anders. Ik denk gewoon dat die ploeg nu anders bekeken wordt. Ook door de tegenstanders. Ja. Het zou kunnen. Maar Arne Slot dus? Ja, top. Wat is er anders bij Liverpool? Wat merk je? Wat werkt er beter? Ik moet zeggen, ik heb ze een paar keer bezig gezien. En ik vind nog altijd, zelfs onder Slot, dat vooraan nog altijd super marcheert. Dat nog altijd, dat ergens met Núñez en met Gakpo, die ik gezien spelen heb met Nederland ook. Ja, die gast maakt nog altijd stappen, vind ik. Nochtans is het vooral Luis Diaz die in de belangrijke matchen speelt. Ja, maar zoals ik al zei, Diaz, Núñez, Salah, wat Gilles ook zei, Gakpo, die hebben gasten met enorm veel snelheid. En dat mis ik bijvoorbeeld, als ik even mag terugkomen, Club Brugge. Dat is toch een groot probleem. Op dit niveau moet je snelheid hebben. Ja. En dat hebben ze niet. En dat heb je bij Liverpool wel. Want als je daar roteert, tegen om het even welke ploeg, dan heb je toch vaak het gevoel van... Ja, die doen nog altijd hetzelfde als vorig jaar. In domschakeling, razendsnel. En ze hebben natuurlijk die klassen ook, individuele klassen. En ik vind dat ze ook nog minder weggeven in die topwedstrijden als onder Klopp. Waarin dat het vaak zo rock en roll was. En heel hoog druk, denk ik dat ze iets compacter durven verdedigen. Dat wordt eigenlijk wel vaak gezegd, of vaker gezegd, dat ze iets meer controle hebben en minder kwetsbaar zijn in de omschakeling. Ja, dat is een belangrijke. Ik weet dat we over Trent vorig jaar, zei iedereen ook van, hij kan niet verdedigen, hij wordt weer gepakt op voordat. Dat hoort je dit jaar niet, dus dat getuigt ook al wel van... Dat is normaal, hè. Als je 20 meter of 30 meter achteruit moet voor de verdediging, wordt de ruimte ook minder groot. Hè. Hij trekt minder Gravenberg. En Gravenberg is top aan het seizoen begonnen. Ik denk niet dat veel mensen dat nog in hem hadden gezien na vorig jaar. Was het echt een heel moeilijk jaar voor hem. Maar Slot heeft hem het vertrouwen gegeven. Helpt misschien ook wel dat je een Nederlander als coach hebt. Van Dijk achteruit. Dat is ook iets helemaal anders, klopt. Een Nederlandse trainer met een Nederlandse speler, meestal is dat hand in hand. Mm-hmm. In België heb je dat niet. Ja, maar sowieso... Of minder. We moesten denk ik niet overtuigd... Anders hebben we een snippet. Ik denk dat we niet overtuigd moesten worden van de kwaliteiten van Gravenberg. Het is goed dat hij het nu laat zien. Leverkusen is ook wel nog ongeslagen natuurlijk in de Champions League. Zij hebben ook 7-9, staan 6e. Ja. Maar misschien was dat tegen iets... Nee, ik mag niet zeggen, tegen makkelijker. Ja, ik ging net hetzelfde zeggen. Dat was misschien tegen iets makkelijker. Nee, maar Feyenoord, eerste speeldag. Ja, 0-4, dat was wel... En Brest, vorige speeldag was maar een gelijkspel. Ja, maar Brest is een beetje de verrassing. Ja, want die hebben ook 7-9. Feyenoord was ik van verrast. Want Feyenoord achteraf toch goed gedaan. Ja, en Milan, ik bedoel.
We hebben het net over gehad. Hè. Ja, daar gaan we het niet meer over hebben. Dus, sorry, het is genoeg geweest. Het is genoeg gelachen. Bedankt. Een andere wedstrijd dan die we nog even kunnen bespreken is Paris Saint-Germain tegen Atletico woensdag. Dat zijn nu wel twee ploegen, Gilles, die lager gerangschikt staan dan we hadden verwacht waarschijnlijk. PSG staat op 19, Atletico dus op 27. Ja, en met PSG is het vooral te wijten aan afwerking, vind ik, tegen PSV ook. Ja, 1-1. Dat je weer dat Dembélé en eigenlijk iedereen daar niet het topniveau haalt dat je in een Champions League wilt. Alleen Bradley Barcola, die vind ik fantastisch. Ik zie die zo graag spelen. Ramos ligt nog altijd in de lappenmand. En dan hebben ze niet echt de centrumspits meer zoals vroeger. Ja, Colomwani is... Hij is tegen België al vaak gedaan, maar hij is toch niet de afwerker op Champions League niveau. Voor, als je kijkt naar de spitsen zoals Suarez, Benzema, Lewandowski, die en Kane. Icardi hebben ze in het verleden ook nog gehad. Dat was ook een spits die wel de ballen binnentrapte. Hè? Ja, ja, maar op Champions League niveau toch ook niet minder, top. Misschien, ja. Ik denk op dat niveau is het niet alleen een gast die een goal maakt, maar je moet ook kunnen meeshotten. Je moet echt effectief ook iets extra brengen als aanvaller. Ja, maar bijvoorbeeld op Arsenal verloren ze ook kansloos. Ja, ik moet eerlijk toegeven dat dit wel eens een wedstrijd kan worden. Zoals ik al zei, stel dat Atletico verliest, dan heb je 3 op 12. Ja, ga je dan ook bij die eerste 8 geraken? Ja, ik denk dat we vaak misschien nog... je hebt 8 matchen in totaal. Hè. 3 op 12, dat klinkt altijd... Ja, je hebt er altijd... nog 4, hè, Gilles, maar ja. Ja, je gaat geen 12... Ik zie ze ook geen 12 ja, op 12 per se. Ik zou zeggen, onder Simeone, je weet nooit, maar ze hebben wel 1-3 verloren van Lille. Ze hebben er 4 binnengekregen in Benfica. Ja. Dat zijn we toch niet gewend vanaf Nee, tuurlijk. Madrid. Maar PSG moet ook opletten, hè. Volgende wedstrijd is uit bij Bayern München. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Dus, ze moeten eigenlijk ook wel winnen. Ja. Wat het volgende dat ik wou zeggen, stel dat PSG niet wint, dan blijf je met 4 op 12 en dan moet je dan naar Bayern. Ja. En wat ook opvallend is, Gilles, PSG presteert... Eigenlijk het minst goed van de Franse deelnemers. Dat is, Brest is... Monaco, Brest en Lille doen het beter. Als ik zie hoe dat Monaco zo vorige week ook binnentrappen, dan was heel tof om te zien. En Brest is denk ik de grootste verrassing in het Europees voetbal misschien op dit moment. Maar PSG is denk ik ook een ploeg dat nog wat zichzelf is aan het zoeken. Ik denk dat Luis Enrique misschien wel de juiste man is om met die jonge gasten aan het werk te gaan. Met een João Neves, die dat ik echt enorm getalenteerd vind. En Bradley Barcola, maar ook Zahir Emery. Ik zag er daar nog een Franse jongen invallen 2 weken geleden. Dus er zitten heel veel jongens van 17 tot 19, 21 jaar misschien, die dat daar nu zijn aan het doorbreken. Dus je kunt niet verwachten dat die dit jaar al gaan meestrijden voor halve finales of finale Champions League. Maar als je daar op een consistente manier mee kunt werken, denk ik wel dat er heel veel... Er zit de kwaliteit in die ploeg. Je hebt Hakimi, je hebt Nuno Mendes. Ja. Centraal achterin met een Pacho die een uitzonderlijk niveau houdt. Denk ik wel dat er genoeg middelen zitten. Maar het is nog te vroeg om nu al favoriet te zijn. Ze zijn wel favoriet tegen Atletico, of niet? Nu deze week, woensdag. Goh. Dat is een moeilijke vraag. Uitgesproken favoriet zal er niemand in zijn, denk ik. Ik denk omdat Atletico uit en thuis is wel een groot verschil. Ja, maar je ziet dat ze toch 1-3 verliezen van Lille. En als je dan PSG ziet in hun eigen competitie, die staan daar weer bovenin al. Zouden denken dat PSG favoriet is, maar ik denk dat het een 50-50 wedstrijd wordt. Ja, in de eigen competitie gaat het inderdaad redelijk goed. 1-0 gewonnen tegen Lens afgelopen weekend. Maar dus, de Franse ploegen doen het goed. Er was onlangs een ex-speler van Paris Saint-Germain te gast bij ons, naar aanleiding van de Ballon d'Or-uitzending. Dat was Thomas Meunier. En die was eigenlijk niet verrast door de goede prestaties van die ploegen in Frankrijk. C'est vraiment le foot français qui a envie de montrer qu'il est au niveau d'une ligue du top 5 européen, tout simplement. Et quand on voit les résultats des clubs français sur la scène européenne, on peut se permettre de dire qu'il y a du niveau dans le championnat de France. Voilà, il n'y a pas que le PSG ou que Marseille ou l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il y a d'autres équipes et Brest le montre très très bien. Rennes revient bien depuis quelques années. Lens était encore en D2 il n'y a pas si longtemps. Lille ici. Qui a quand même été la seule équipe 2 fois championne depuis que le PSG a été racheté par le Qatar. Donc, le niveau, il est là. C'est pas un souci. Ja, het niveau is er wel degelijk, zegt Thomas Meunier, speler van Lille. Hij moet het opnemen tegen Juventus trouwens morgen. Dat is ook eigenlijk nog een leuke wedstrijd waar we langer zouden kunnen over doorgaan. Maar we hebben maar een beperkte tijd natuurlijk. Atletico, wat is er met hen eigenlijk aan de hand? Je favoriete team? Er is niks mis mee, Nicola. Nee, dat is helemaal goed, niks goed mis zoals mee. Het is. Nee. Je lichtjes een indruk te krijgen dat je er niet zo'n fan van bent. Nee, ik hou niet van het... ik volg Atletico nu al heel lang, Champions League. Ik volg ook Spaans voetbal. Dat is altijd het buitenbeentje, maar de manier waarop, bijvoorbeeld ook in de wedstrijd tegen Real die ik gezien heb,
Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja, maar een keer je dat die mening hebt gevormd, West, dan ga je ook niet meer veranderen. Nee, omdat, dat weten we ook van, omdat ik het soms nog erger en erger vind. Maar ik vind wel echt, en dat meen ik echt, hoe dat Simeone spelers kunt omvormen om voor een ploeg te spelen op een manier die niet past bij die speler, dat vind ik fantastisch. Je meekrijgt in een verhaal. Maar mismeesterd eigenlijk. Is soms, wel, dat is misschien nog een beter woord. Hè. Ja. In het Nino's zeggen ze mismeesterd. Ja, dat was nu. Ik heb al ergere dingen in dialect van jou gehoord dan dat. Nee, maar dat is misschien de perfecte ja. omschrijving. Hè. Maar hebben jullie gezien wie er gescoord heeft afgelopen weekend voor Atletico? Nee, Kelleker heeft er al een paar gescoord. Maar het was de openingsgoal afgelopen weekend. Dat was Giuliano Simeone. Ah, de zoon van. De zoon van, dus niet Giovanni, want die speelt in Italië zeker. Ja. Maar Giuliano Simeone, zijn marktwaarde volgens Transfermarkt 3 miljoen euro. Dus er is nog niet een groot vertrouwen in hem. Ja. Maar hij mocht starten en hij maakte zijn eerste goal voor Atletico. Wes, als jij ooit trainer wordt, zou je toen je zoon in de kern nemen? Als hij goed genoeg is wel, ja. Ja. Want dat wordt dan nu gezegd, hè, of werd gezegd. Het is een beetje favoritisme dat die Giuliano Simeone ook in de kern zit. Het is altijd wel dubbel, hè, voor een trainer. Ik heb het ooit meegemaakt met Jos Daarde en Koen Daarde. Dat Jos eigenlijk assistent-trainer was van Seffer Goos en Koen. En die was voor zijn eigen zoon gewoon veel strenger. Ja. Dus, zou jij dat ook doen? Ik denk het wel. Maar als hij goed genoeg is, geen enkel probleem daarmee. Nee. De vraag zal zijn, waarom niet je eigen zoon en iemand... een derde rangs iemand meepakken. Ja, wetende dat het hetzelfde niveau is, dan pak je toch je eigen zoon. Ja, ja, maar je... Als het hetzelfde niveau is, dan pak je je eigen zoon. Ja, ja, dat bedoel ik. Hè. Je stelt je soms wel bloot aan kritiek, al dan niet terecht. Hè, van maar, wie? De vraag is van wie. Hè? Van je goede vrienden, de journalisten. In elk geval, we gaan nog even over Bayern Benfica praten. En misschien moeten we beginnen met de analyse van Vincent Kompany achteraf na de vorige wedstrijd. Barça tegen Bayern, wat natuurlijk een zware nederlaag werd voor de recordmeister. Voor ons, de première mi-temps avait... avait peut-être pas porté les fruits qu'elle méritait. Mais je pense que parfois, je sais pas, on s'est fait prendre 2-3 fois et ça nous a fait vraiment mal. Et après, je sais pas si on a peut-être perdu notre rythme, notre courage, notre force. Peut-être c'était physiquement. Mais c'est pour ça que je vais faire l'analyse correcte. Et dans ce sens-là, je pense pas qu'il y a eu une équipe du Bayern aujourd'hui qui s'est laissée faire. On a tout donné, mais on s'est fait prendre. Et on doit apprendre de ce match. Ja, Wesley, jij was daarbij in het stadion. Vertel eens, wat vind je van zijn analyse? Wat vond je van de wedstrijd? Als het na een half uur 1-3 staat voor Bayern München, is er niks te zeggen voor Barcelona. Mm-hmm. Zoveel geluk hebben ze gehad. Dat hebben ze gisteren nog een keer getoond met hun manieren van spelen. Spanjol heeft 3 afgekeurde goals gisteren. Dat is onwaarschijnlijk, omdat die... En ik meen buitenspel? Het, was het buitenspel? Ja, maar de hoeveelheid buitenspel... Is eigenlijk ridicul. Ja. Het is dubbel zoveel als een tweede in Europa. Ja, ja, ridicul hoeveel keer dat het maar... 5-10 centimeter. Maar dan moet je is. Toch zeggen dat Barcelona dit fantastisch doet? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk, nee, vind ik niet. Want als je... Als je de tegenstander keer op keer, ook in de Classico, als dat keer op keer mislukt voor de tegenstander... En ja, maar het is mislukken... Dat, is, dat zijn honderdduizendste van een seconde dat iemand een paas te laat geeft. Hè? En de ene stap dan... En, gisteren ook... Nico, als je de fase ziet dat de VAR wordt getoond, de lijn, je denkt... Het ging over een schouder. Ja, het gaat dus, over millimeters. Dus het gaat over, niet over de voeten of de knie. Hè. Het gaat om dat je in een sprintbeweging zit, dat je ineens ziet dat de schouder er een beetje voor staat. Ja, over wat zijn we dan bezig? Ik wil wel ter verdediging springen van Barcelona, want ik geloof ook echt dat die wedstrijd tegen Real en Bayern, als je die allebei nog eens opnieuw speelt... Maar zeker tegen Bayern. Zeker tegen Bayern. Dat je er zeker één van gaat verliezen, want Real moest eigenlijk ook 2 keer voorkomen. Ja. Maar ik vind wel dat die Cubarsi, dat die dat... Omdat het ook millimeter is, hij speelt het fantastisch uit. En dan gaat er fouten op maken, want hij is 17, 18 op dit moment. Maar het is geen toeval, hè? Bedoel, je kunt niet je kunt niet 80 keer tegenploeg of side zetten tegen november. Dat is meestal zonder dat niet, het geluk is. Dat is meestal de fout van een tegenstander, hè? Ja, maar goed. Snel... Je moet het toch aan twee kanten bekijken. Ja, je wordt uitgenodigd om heel snel die bal erover te gooien. Ja. Hè? En met Bayern München was dat niet het geval, omdat die gewoon veel beter aan de bal waren dan Barcelona. Stonden wel alleen en achter. En ineens dan Kane, goal gemaakt en buitenspel. Ook daar was het miniem, het buitenspel. Want wij dachten, zou dit wel buitenspel kunnen zijn? Ja. En het was ook... En het ging op een afwerkingsfase. Dus dat is niet dat je stapt en dat je het gevoel hebt van nu moet ik... Nee, nee.
Au contraire. Het is heel vaak de aanvallende ploeg die met zoals ik zei, een sprintactie of een loop... Dat zijn details. Dat in zijn de competitie details. Weer gewonnen, in de beker ruim gewonnen. 25 doelsaldo positief, 23 op 27 in Duitsland. Allemaal goed, maar Kompany wordt afgerekend natuurlijk op wat er nu gaat gebeuren tegen Benfica. Hè? Dat is waar. Maar, dat klopt, ja. Ja, dat is ja, Hollywood FC. Je bent daar niet om de Bundesliga te winnen. Dat is iets dat vereist wordt van u. En gaan ze doen. Gaan ze doen. Want onze tijd zit er zo goed als op. Ja, maar nee, bedoel door de Duitse pers. Hij speelt fantastisch voetbal. Ja, risicovol, maar het is heel leuk om te zien. Ja, maar 3-9 is niet genoeg natuurlijk. Nee, dat klopt, ja. Dus gaan ze doen? Gaat het lukken? Gaat Bayern winnen van Benfica? Ja, zou denken dat van denk wel. Ik wel, ja. Makkelijk zelfs. Ja. Goed, tot slot, want er zijn zoveel leuke affiches deze week. Naar wat kijken jullie nog uit? Ik heb hier Sporting tegen Manchester City, Inter tegen Arsenal, Lille-Juventus. Ja, kies maar. Ik kijk wel uit naar Juventus, want dat botert daar nu al een tijdje niet sinds dat Bremer zijn kruisband heeft gescheurd. En die hadden de eerste 6 wedstrijden, denk ik, 1 tegendoelpunt. Die zitten nu bijna aan 2-3 tegendoelpunten per wedstrijd. Ja. Ik ben benieuwd of dat Motta dat daar gaat oplossen, want ze beginnen ook veel opener te spelen. Dus ik ben benieuwd hoe dat ze dat gaan oplossen. Oké, goed. En jij, Wesley, nog een wedstrijd die je genoteerd hebt? Niet specifiek niet meer, maar ik ben wel benieuwd naar City. Omdat eerste keer verloren. Hè, twee keer aan elkaar, ook in tegen Tottenham. En ook benieuwd naar Inter tegen Arsenal. Oké. Omdat Inter gisteren ook in de laatste minuut een goal tegen. Ja. Arsenal ook niet goed bezig. Ja. Goed, ik noteer het, mannen. Onze tijd zit erop. Voilà. Maar alles is natuurlijk live te zien. Dankjewel, Wes en Gilles. Alles is live te volgen dinsdag en woensdag bij Pix Plus Sports. Het worden weer twee fantastische multi-live avonden. Tot dan. Maar je zet er altijd zo snel door.